Bubbly. Allemaal vuurwerk gezien. Ja. Bij de intratuin. Ja. Maar goed, je had natuurlijk ook vuurwerk bij de Lidl. Lidl, klopt. Dus, nu wil ik wel eens even weten of dat vuurwerk van de intratuin, ja, wat dan net eigenlijk dezelfde prijs of iets anders is, ja, net zo goed of zo slecht is als van de Lidl. Ja, maar hoe ga je dat uittesten? Dat doen we uittesten, hele goede vraag, door even wat bij de Lidl te kopen. Ja, en dan? En dan af te steken. En dan weten we gelijk of er een goed verschil is. Dus, okay, ik vind het best wel spannend. Wij gaan maar eventjes bij de Lidl kijken. Om te zien of daar toevallig nog wat vuurwerk is. Ja. Zodat we die kunnen afsteken. Ja. En dan kunnen we zien of het een beetje goed vuurwerk is of niks. Ja. Dat was... Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Dus we lopen even naar de Lidl. Yes. Ja, gaan we even kijken. Ze weten de weg al. Ja. Ben benieuwd. Ja, je weet het, het is helemaal... De vraagstelling is natuurlijk, is het goed vuurwerk of niet? Mm-hmm. Dus wat hebben ze dan allemaal liggen? We gaan even kijken. Hier hebben ze, kijk hier. Je hebt hier een fontein XL. Ik denk dat deze leuk is. Fontein pakket hebben ze. Ja, maar dan zullen we dan ook dit doen? Nee, die hebben we toch al? Ja, die, niet. Ja, joh, die dingen heb je al. Dus we kunnen even kijken. We hebben hier een paar potten. En dat is XL. Oké, dan kunnen we allebei twee, want het zijn allebei hetzelfde, hè? Dat zijn eigenlijk dezelfde. Dan doen we deze. Even kijken, wat zit hierin? Wat is dit? Dit is een, ja, dat is een kleintje. Oh. Dat is alles één keer. Het zijn dezelfde potjes zitten erin. Dus dan kun je net zo goed één zo één doen. Ja. En dan, maar dan heb je ook dit. Dan heb je een paar van die kleintjes erbij. Ja. En dan kunnen we eigenlijk even testen of het wat is. Ja. En hoe duur was deze dan? Deze? Deze is, ik weet niet hoe duur die is. Deze? Prijsloos. Deze? Ja. Oké, cool. Ga je dat zien? Heb jij een plek waar je dat kan scannen? Deze kost 3,99. Nou, dan gaan we deze. Dat is 4 euro. Ja, dan gaan we deze eens even proberen met z'n tweeën. Ja. Gaan we eens even kijken wat erin zit. En dan weet gelijk iedereen of het een goed vuurwerk is of is het eigenlijk een nop of op. Hot of not. Ja. Ja. Anders kunnen we een leuk of meuk uitproberen. Ja, ja, leuk of meuk, ja. Nou, dan wordt dit waarschijnlijk een meuk, maar we zullen wel zien. Ja. Ja. Nou, moet je even afrekenen. Zal ik jou geld geven? Weer vuurpakket. Gaan we zo vanmiddag even uittesten. Dat doen we gelijk vanmiddag al. Met daglicht. Ja. Gaan we gelijk uitproberen. Ja, met daglicht dan is het niet zo mooi, hè? Ja, maar dan zie je tenminste wel of je het allemaal goed doet. Nachtlicht nog beter. Oh, nachtlicht. Ja, of na het eten. Oh, na het eten. Dat kunnen we ook doen. Ja. Dat gewoon in de avond doen. Ja. Oké, dat kan ook. Doen we dat. Ja, doen we dat. We gaan eventjes bij de Kruidvat kijken voor een kerstkaart. Ja. En dan gaan we nu eens. Yay. 2 van de Lidl. Wat hebben we als eerste bij ons? Een houder om het vuurwerk in vast te zetten, zodat het niet om kan vallen. Want ja, dit zijn natuurlijk niet van die hele grote potten. Nee, dus dat is niet zwaar. Nee, dus het kan zo omvallen. Het kan zo omvallen en dat is heel gevaarlijk. Als het ronddraait, ja, dan moet je... Ja, dan moet je een beetje uitspringen. Ja. Dan heb jij, zie ik, een... Spatbril. Spatbril op. Heel goed. Ik en ook. Jij ook. Ik heb er ook eentje op. Ja. Die heb ik over mijn eigen bril gezet, dat is hartstikke goed. Ja, die moet je lekker zitten. Nou, dan dat is een... zorg ervoor dat je, nu doe je haren los, oh, ja, dat je haren wel goed aan binnen hebt zitten. En ik ben niet... dat niet gewend. Nee, en geen capuchon op doen. Want waarom geen capuchon? Ik heb het je ooit verteld. Ik heb niet meer weten. Oké, nou weet je, als je een capuchon op doet, doe maar eens een capuchon op. Ja, en je staat naar vuurwerk te kijken. Ja. En dit... Dit dingetje is een vuurpijl of iets wat op een vuurpijl lijkt. Ja. En je hebt je capuchon op. Ja. Dan gaat hij... En dan blijft hij zo in je capuchon hangen. Oh, en dan ploft hij... Dus je kan beter niks op doen. Geen capuchon. Want als hij dan voorbij je hoofd schiet... Dan hoef je niet weg te draaien. Dan schiet hij gewoon voorbij je langs. Ja. En, dan, en wat je ook kan doen is gewoon... Zo... Zo. Ja, maar dat zie je niet. Als het donker is, dan zie je dat niet. Dat zag je vorige week zelf toen je naar dat vuurwerk zat te kijken. Had je ook allemaal in je ogen spullen van boven de lucht. Ja, dat zag je. Dus dat is dat kan gevaarlijk zijn. Dus dat houden we even rekening mee, jongens. Maar goed. Ik doe altijd een spatbril. Ja, spatbril zeker. Dat moet je zeker doen. Nou, wij hebben een aansteeklontje. Ja, en hier is ook een bril. Even kijken, waar is de aansteeklont? Die is denk ik gevallen van de bank. Die gaan we even opzoeken. Even kijken, waar? Oké, aansteken. Dit eng. Nou ja, je moet aansteken. Oh, dat heb ik echt nooit al mijn leven gedaan.
Nou, we roken natuurlijk niet, dus we hebben niet zo heel veel vuur. We gaan het even, doen het even binnen. We zijn zo terug met de aansteekrond. Ja. Hij doet het. De aansteekrond. Even blazen. Blaas maar een beetje. Doet hij een beetje wapperen. Hij moet een beetje gaan gloeien. En met je hand wapperen. Die andere hand. Die andere hand. Gewoon zo. Nee. Oh, zo. Ja, tuurlijk. Doet hij het een beetje? Hij moet een beetje goed branden. Nou, geef mij die lont. Dan ga jij de verpakking openmaken. Heel goed. Oh, mooie pakketjes. Nou, gooi die plastic gelijk weg. Wat wil ik hier? Gelijk, weg? Plastic gelijk weg. Hup, overal. En daarnaast ook. Oh ja, dat is ook klaar. Ja, dan kan je nu in de prullenbak gooien. Dat is mooi. We hebben een verpakking. Ja, die moet je even openmaken. Tikken. Heel goed. En dan moet je het lontje, ja, de verpakking een beetje openmaken. Dan kan het, ja, zo. Zo? Ja. Dat is gaaf, rookpapier. Ja, ja. En dan moet het lontje omhoog. Ja, het lontje omhoog doen. Zo. Dit is allemaal steeds vuurlijk van de Lidl. Ja, heel goed zo. En dan in die klem doen. Klem open doen. Ja, die klem moet je even open doen. En zo, staat die. Ja, dan moet je hem neer. En dan zo. Nou, nu kan je hem neerzetten. Pak hem op. Ja, op straat meenemen. Nee, verderop natuurlijk. Hop. Doorlopen, 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 doorlopen. Ja, waar zie jij auto's? Nee, ik niet. Maar die komt toch zo meteen. Schiet hem maar op, zet hem maar neer. Doorlopen nog. Doorlopen. Ja, ja, nou. En nou, komen. Er komen geen auto's aan. Oké, en nu, ja, lontje ja, aansteken. Ja, ja, zo. En dan moet je achteruit weglopen. Nou, dat is de eerste van de Lidl. Opletten wat je doet. Heel goed. Doet hij het? Ja, opletten wat je doet. Ja. Ja, oké. Nou, even kijken. Kijk, doet hij het? Ja, doet hij het? Oh. Nou, dat was het. Heb je het gezien? Ja. Dit was de Lidl. Ik schrok wel een beetje. Ja, schrok je. Dat was de, nou, ik vond het een leuk potje, toch? Ja. Ja, een leuk potje. Oké, kan ik hem weghalen? Ja, dat kan je weghalen. Potje 2 van 5. Nou, het is een geinig potje. Het is het geinig. Dit mag je dus aansteken? Ja. Want dit maakt wel lawaai. Dit maakt wel lawaai, ja. Nou, dan moet je die klem weer openzetten. Ik even helpen. Ja. Hup, zo. Ja, ja, rechtop zetten. Ja, ja. Ja, heel goed. Doen we deze weg. Die is klaar. Koud. Hup, lontje. Zo. Geen auto aan. Heel goed, achteruit lopen. Anders moeten ze mij verwachten. Ja, vind ik ook. Denk je? Ja. Nou, dit was weer een Lidl... Wacht even hoor. Wat is er? Want bij ja? FM hadden ze ook eerst zoiets. Ja. Toen... Ja, maar dat was ook een heel andere kwaliteit. Het is natuurlijk... Loetje. Ja. Loetje zit ook mee te kijken. Loetje. Nou. Hup. Nummer 3 gaan we pakken. Nummer 3. Dit is dat sierpakketje van de Lidl van €4. €3,99. Ja, het is niet duur. Zal ik even helpen, de klem openzetten. Ja. Ja, dan heb ik hem weer los. Zo, hier. Lontje aansteken. Nou, daar gaan we weer. De ene gaat heel snel. Ja. En de andere duurt iets langer. Beetje blazen aan het lontje. Laat het lontje naar je toe halen. Ja, en als hij weer een beetje heet, gloeit hij weer een beetje. Heel goed. Nou, dat was hem. Die was wel gaaf. Die was wel leuk, hè? Ja, die was wel zo best wel hard. Nou. De ene laatste.
Eén laatste, nummer 4. Zet maar eventjes verderop hier. Heel goed. Ja. Heel goed. Alsjeblieft. Dankjewel. Wel een tipje van de lont, hè? Bovenop, tipje van de lont. Nou, dat is eigenlijk een beetje dezelfde als de eerste. Ja. Hij is mooi. Hij is leuk. Maar hij is een beetje dezelfde als de eerste. Maar? Nu, ja. De laatste is echt super kleurrijk. Oké, dat denken we. Er zitten er 5 in zo'n pakketje. Tip van de lont. Heel goed. Gaan we kijken. Oké, die is wel leuk. Oh, dat geeft wel. Dit is wel gaaf. Maar dit is het enige. Ja, het is niet veel. Er komt heel veel licht vanaf. Ze duren allemaal gemiddeld zo'n 30 seconden. Maar hij is wel leuk. Ja. Wacht even. Wat is er? Hij was nog aan het nabranden. De laatste 3 die erbij zitten. Het is 10-delig, zeggen ze. Ze zeggen dat het 10-delig is. Nou, je hebt 5 grote potten. Ja. Je hebt de bril. Je hebt de oordingen. 19, ja. Ja, dus dan heb je, dan heb je 3 dingetjes. Nou, die. Maar wat is dit? Ja, het zal een fonteintje zijn, denk ik. Ook een lontje, zo te zien. Ja. Dus, maar moeten we daarin zitten? Nee, dat heeft geen zin. Die kun je gewoon op straat zetten. Nee, daar. Nee, daar. Verderop. Oh. Gewoon waar dat ding stond, hiernaast. Zo, ja. En dan en je lont pakken. En dan gaan we even kijken. Ja, wat hij doet. Nou, boven tipje aansteken. Heel goed. Geen auto. Geen auto. Goed kijken. Heel goed tipje aansteken. Nou, we kijken even wat hij doet. Goed afstand houden. Altijd naar de vuurwerk blijven kijken. Zo. Wow. Dat was wel heel apart, hè? Oké. Ja. Oké. Okay. Ik schrok een beetje. Ja, je had niet verwacht dat dat eruit zou komen, nee. Natuurlijk. Nou, je hebt er nog 2. Een je hebt er nog 2. Ik dacht, het zou wel zo op dat niveau blijven. Maar puur. Ja. En, oh. Dopje vergeten. Zit dopje nog erin? Nee. Nummer 2 eigenlijk, hè? Ja, doe maar. Ja, nummer 2. Bovenste lontje, heel goed aansteken. Goed naar het vuur kijken. Oké, niet schrikken nu. Ja, goed kijken, hè? En gewoon blijven kijken. Er gebeurt niks. Hallo? Nou, dat is ook niks. Die doet het niet. Nou, dat is een hele goeie. Nou, dat is de laatste. Ja, die geeft wat vlammetjes. Ja. Dat was het ook. Nou, oké. Okay. Conclusie. Ja. Ja, wat is de conclusie? Leuk pakket. Leuk pakket voor die paar euro. Maar ik zou je nog even een paar tips geven. Loop altijd achteruit. Ja, dat zeker. Ja. Dat heb je natuurlijk want gezien nu. Als weer. Als je zo loopt, ja. Kan je niet zien wat er achter je gebeurt. Nee, dat had je natuurlijk al verteld. Hé, hey, maar wat geef je nu voor dit vuurwerk? Ik heb het geprobeerd. Ik doe een 7. Echt waar? 7 nog? Nou, ik geef het nog geen 4. Hoezo? Ik vind het heel slecht. Hoezo? Ja, omdat ik geen goed vuurwerk vind. Maar het is leuk voor die paar euro. Maar ja. Voor die paar euro vind ik het leuk, maar... Het voor leukheid. Maar je ziet nou eentje van de 8 deed het dan niet. Nee, dus daar zou ik dan een 5. Oké, nou ja, goed. Voor de minder potjes zoals die. En ja, andere, daar zou ik dan een 5. Maar voor die echt mooie knappers net als die. Ja, die laatste was wel geinig. Dat was weer de verpakking. Ja, die vond ik echt wel mooi en daarvoor geef ik Oké, okay. Nou super. Hey jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ja, het is van de Lidl, hè? Lidl vuurwerkactie. Ja. Dus, tot de volgende of koop het niet. Hey. Ja, mag je zelf. Ja. Maar tot de volgende keer. Doei doei!
Boom, 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 boom